Stelt u zich eens voor. U zit in een bus en met u reizen tientallen anderen mee, waarvan u de meeste niet kent. Het is 30 jaar geleden, het verdrag van Maastricht is ondertekend. En ja, Europa. En ik dacht, nou, ik ga iets doen, maar dan wel met die grenzen, met die grensoverschrijding. Eigenlijk gewoon door plekken, twee buurten uit te zoeken, zowel in Aken als in Heerlen, die ergens gelijkenissen hebben, of die ik zie, van lijken ze op elkaar en wat verschillen ze van elkaar. Dus ik ben gewoon rondgelopen en ik heb de buurten gevonden. En toen ben ik gewoon gaan aanbellen bij mensen. Dit stille hoekje is een ontmoetingsplek voor drugsgebruikers en dealers. Vroeger was in deze buurt ook alcoholisme een groot probleem. Vanaf de jaren 70 hebben de bewoners zelf iets gedaan aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk. Ja, het is eigenlijk een soort busreis en wandelreis door de buurt. Dus Nederlandse ploeg begint hier, de Duitse club begint daar, dat weten ze eigenlijk niet echt van elkaar. En dan gaan ze een rondje lopen door de buurt, ze horen verhalen op een koptelefoon. Toeval was het dat nummer 7 hier bracht. Wij hebben op de Log gewoond in Kerkrade en daar is die nieuwe buitenring gekomen en daar zijn we onteigend. Martins bovenburen zijn Betul en haar vriend. Ze komen uit Turkije. In het begin vonden ze het contact met de buren nogal lastig, omdat ze de taal niet zo goed spraken. Schon, de groene koeken en ook op de straatse koeken, manchmal de kinderen spelen dort en zo. Ze gaan naar Aken en andersom de Akenaren komen naar Heerlen, lopen daar rond. En uiteindelijk komen ze samen op de grens bij het Zonmuseum, bij het Tolmuseum van vroeger. Daar ontmoeten ze elkaar en dan raken ze met elkaar in gesprek. Althans, dat regisseer ik dan. We hebben hier lekker gezien. Van omhoog zijn gelopen naar beneden. Eigenlijk door corona en zo, we zijn het een beetje verleerd. Om echt gewoon over niks te hebben. En ja, ik hoop eigenlijk met deze voorstelling om mensen weer uit te nodigen om gewoon een babbeltje met elkaar te maken. Om elkaar in de ogen te kijken. En ja, wie weet worden de gesprekken dan steeds dieper.